Meneer Vermeer heeft ook een vraag. Ja, want voorzitter, u verwijst ook naar dat NextGen-rapport. Maar bent u het ook met ons eens dat het gewoon volstrekt ridicul is dat er 13.000 mensen bezig zijn tegen 1,4 miljard kosten die gewoon opgehoest worden door burgers en ondernemers? En dan zitten wij in een voorjaarsnota over honderden miljoenen elkaar de kop in te slaan bijna, terwijl hier gewoon 1,4 miljard per jaar verbrand wordt, wat gewoon opgehoest wordt door burgers en ondernemers. De minister. Ja, even, willen we dat allemaal graag wat naar beneden hebben, die percentages? Ja, ik heb het al net ook al gehad over hoe je bijvoorbeeld met technologie effectiever kunt zijn. Dus ja, ik herken mij echt niet, zeg ik ook in openheid, in een woord als verbrand. We zijn A, bezig om achterstanden in te laten. Dat is een proces wat nog steeds bezig is. En ten tweede, de getallen werden net genoemd over hoeveel witwaspraktijken werden gedaan. Maar een paar duizend, als je daarmee een paar duizend serieuze criminele transacties ondoet, dat is ook niet niks, hè? Probeer even te kijken wat daarvoor maatschappelijke drama's achter vandaan komen. Dus ja, minder. Ja, graag. Effectiever, ja. Proportionele, ja. Maar dit zal altijd iets zijn waar we, denk ik, ook vanwege gewoon de ontwrichtende werking van witwas- en terrorismefinanciering fors in zullen moeten blijven investeren. Dus voor het verbranden zou niet de mijne zijn. Meneer Vermeer. Dank u wel, voorzitter. Maar is de minister het met mij eens dat de echte grote criminelen gewoon in ondergrondse banken zitten op hele andere systemen? En zijn wij niet aan het werken vanuit wantrouwen in plaats van uit vertrouwen? En daarmee 98% van de mensen in de weg zitten en op kosten jagen? De minister. Ja, maar ik wil heel graag natuurlijk precies op dit punt het graag proportioneler en effectiever maken. Maar het beeld alsof we met deze aanpak, zeg maar, ook de grote jongens niet pakken, dat herken ik echt niet. Ik ga zo nog iets zeggen over cash en wat wij daar ook vanuit bijvoorbeeld de opsporingsdiensten horen. Maar de realiteit is ook wel dat ons stelsel wel gewoon gemiddeld als robuust wordt beoordeeld door de Financial Action Taskforce. Dat moeten we echt niet onderschatten. Dus nogmaals, ja, graag effectiever. Ik vind die percentages ook te hoog. Als dat goedkoper kan, graag. Maar laten we niet doen alsof hiermee alleen maar zeg maar mensen die niks op hun kerfstok hebben, last hebben. Ja, dat wil ik verminderen. Maar alsof we hiermee niet serieus ook wel impact maken. Want dit stelsel boekt ook wel echt resultaat. Dat we dat ook niet vergeten.